Bernard Hammelburg. De koers van de roebel heeft zijn laagste punt in bijna anderhalf jaar bereikt. De Russische munt verloor alleen dit jaar al 25% van zijn waarde. Meteen na de inval kelderde die naar beneden, zakte helemaal door zijn pootjes. Maar dat was eigenlijk maar van korte duur. Dat waren de eerste paniekweken na het starten van die grootscheepse oorlog tegen Oekraïne in februari 2022. En toen nam de centrale bank de regie weer in handen. Met allerhande speciale maatregelen was toen de centrale bank in staat om de roebel op koers te houden. 80 roebel voor 1 euro. Dat was minder dan voor de oorlog, maar het bleef beheersbaar. Zij journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets bij ons op BNR. Ik praat erover met ondernemer Jeroen Ketting. Welkom. Dankjewel, Bernd. Fijn je te zien. Ja. De roebel heeft het relatief lang volgehouden. Hè, na wat Hubert vertelde, eerst een dipje. Na die oorlog, daarna was hij weer behoorlijk sterk, vonden we allemaal. Wat is gebeurd? BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zolang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme beleggen. Nou ja, wat is er gebeurd? Is eigenlijk de roebelkoers is een heel simpel vraagstuk van vraag en aanbod. En wanneer er veel vraag is naar de roebel, dan versterkt hij. En als er weinig vraag is, dan verslapt hij. En er is nu gewoon geen vraag, omdat de olie-exporten naar landen die in euro's en dollars betalen, die zijn eigenlijk bijna nieuw geworden. Ja. Die zijn verdampt. Ja. Dus er komen geen euro's en dollars meer binnen. En niemand hoeft meer roebels te kopen om af te rekenen. Om af te rekenen. Ja. En daarbij is die... dat was die tussenfase die Poetin had geëist, hè, op een bepaald moment. Je mocht niet meer in dollar, moest eerst van de ene bankrekening, dan in roebels. Ah, en daar heeft hij de koers een tijdje mee weten te redden. Ja, de koers is op een gegeven moment nog 52 roebel per euro geweest. Ja. Toen ik nog dacht dat ik mijn bedrijven daar kon verkopen, toen rekende ik me al rijk. Ik zat op Funda te kijken naar wat ik in Nederland daarvoor terug zou kunnen kopen. Maar dat feest, dat was heel kort. Dat was van twee maanden gedurende de afgelopen zomer. Maar wat je ook ziet, er is een enorme kapitaalvlucht. Hè. Er is het afgelopen jaar 45 miljard dollar het land uitgegaan. En wat Russen doen, is valuta kopen in onzekerheid. Hè. En er is onzekerheid in Rusland. Hè. Die drones die komen toch overal ook neer, zelfs in Moskou. Dus wat doet de Rus? Ja, die zoekt dan zijn toevlucht tot de euro en de dollar. En dat betekent dat relatief de roebel dus ook weer in waarde zakt. En bedoel je dan met de Rus, de gewone Rus? Want dat herinner ik me ook uit de tijd van de Sovjet-Unie. En ook vlak daarna, bij iedereen waar ik kwam, waren altijd dollars in huis. Ja, en dat is heel lang op een gegeven moment niet meer zo geweest. Hè, want dat was niet nodig. De roebel was sterk. Hè, en als je in roebels verdiende en je gaf in roebels uit, dan had je eigenlijk geen probleem. Maar je ziet nu dat de onzekerheid zo groot is. En eigenlijk voelen de mensen ook de politieke instabiliteit. Dat ze hun toevlucht weer tot harde valuta nemen. En ze heten niet voor niets harde valuta in de ogen van de Russen. Nee. Een tijdje lang heeft Rusland nog weten te profiteren, hè, van de onrust op de olie- en gasmarkt. Klopt. Hè, dus het verkochten wel minder, maar de prijs was hoger. De prijs was superhoog. Die prijs is nu aan het dalen weer. Hè, en relatief laag voor de Russen. Dus wat dat betreft, net na de oorlog, toen was Poetin eigenlijk spekkoper. Het andere wat Russen, of wat de Russische overheid toch ook vaak wel doet, is dat ze die roebelkoers verzwakken om voor elke dollar of euro verkochte olie meer roebels binnen te krijgen. Ja. Want de verplichtingen van de Russische staat in termen van pensioenen, salarissen, maar de afgelopen 18 maanden ook oorlogsuitgaven, die zijn allemaal in roebels. Ja. Dus je ziet dat, hè, maar dat is een korte termijn spel wat met name het Kremlin vaak speelt. Van oké, laat die roebel maar lekker zwak worden. Dan krijgen we meer roebels voor elke dollar, voor elke euro. Nou ja, er is een soort vuistregel dat als je munt laag is, dan wordt je exportpositie beter. Ja. Maar je moet wel wat te exporteren hebben. Dat klopt. En vanwege ook de sancties is er ook niks meer te exporteren. En je ziet ook dat de handelsbalans het handelsoverschot van Rusland nog nooit zo klein is geweest. Nee. Ze verkopen tegenwoordig niet meer of nauwelijks aan Europa, maar wel, ik bedoel, fossiele brandstof aan Azië.
China-India met name, China, inderdaad. In India, dat levert misschien niet zoveel als in Europa, maar het levert ook wat op. Het levert ook wat op. En maar hoe doen ze, rekenen ze dat nou af in yuan of in roepels met elkaar? Of yuan en roepies. Ja. En het probleem is dat die settlements van de yuan en de roepie naar roebels toe, die gaat veel langzamer dan vroeger de settlements van dollars en euro's naar roebels toe. Ja, want dat ging via Swift. Dat ging via Swift. Ja. Dus de Russen moeten nu veel langer wachten op hun geld. Daarbij zie je ook dat die Russische exporteurs die het kunnen, eigenlijk ook liever hun geld buiten Rusland houden. Dus die halen vaak hun exportinkomsten niet terug naar Rusland. Ja. En laten ze in de verschillende buitenlanden liggen. Ja, wat merkt de Russische economie? Ja, wat merkt de Russische economie? Ik denk dat de Russische economie er veel slechter aan toe is dan de statistieken laten zien. Hè. Wat is het nu? Zitten we op 7% inflatie of iets dergelijks? Naar eind van het jaar komen we misschien op 14% uit. Ja, de Rus in de straat die zegt van ja, die inflatie is volgens mij 60% of misschien wel meer. Want dat is wat hij denkt te merken als hij in de winkel staat. Nou, niet denkt, dat merkt hij. Hè. Ja. En dat hebben wij ook zelf gezien. Is dat gewoon je boodschappenmandje is het afgelopen jaar weer 60-70% duurder geworden. Om je een voorbeeld te geven uit onze praktijk. De enige meevaller die we hebben gehad sinds we vorig jaar na het uitbreken van de oorlog besloten hebben om uit Rusland weg te gaan en de bedrijven te sluiten, is dat onze auto, een Lexus, na 3 jaar gebruik duurder konden verkopen dan dat we hem 3 jaar geleden hebben gekocht. Dus dat geeft al wel aan hoeveel duurder alles is geworden, dat je een 3 jaar oude auto duurder kan verkopen nu dan de nieuwwaarde in roebels, maar ook teruggerekend in euro's. En heb je hem verkocht? Ik heb hem gelukkig verkocht, dus ik rij weer in Nederland in mijn eigen autootje. Ja. Even die centrale bank. Die heeft de rente opgevoerd van 8,5 naar 12%. Dat is een enorme sprong. En zo te zien helpt het niet, of nog niet. Dus Poetin is woest. Heeft Poetin andere middelen dan monetaire middelen tot zijn beschikking? Wat kan hij doen? Om die roebel weer enigszins te beteugelen. Ja, ik ben geen macro-econoom, dus ik vind het moeilijk om te zeggen. En ik denk dat als je kijkt naar wat Poetin aan het doen is, die is van de Russische economie een oorlogseconomie aan het maken. Dus die economie die drijft op de staatsuitgaven voor eigenlijk het industrieel militair complex. Maar ook alle salarissen van alle militairen en ga zo maar door. Hè. Men zegt dat de Russen per dag tussen de 500 miljard en $1 miljard uitgeven om die oorlog te kunnen bekostigen. En is dat dan de oorlog zelf? Of is dat ook de soldaten, de ambtenaren? De soldaten, de ambtenaren, het hele repressieapparaat, inclusief de FSB, de voormalige KGB en de politie, ga zo maar door. En het verschil tussen het 500 miljard en het miljard is als je berekent van oké, als we 1 raket van 1 miljoen laten vliegen en laten ontploffen, dat kost dan bij wijze van spreken 1 miljoen. Maar je moet ook meerekenen dat je weer een nieuwe raket voor de volgende 1 miljoen terug moet kopen. Hè? Ja. Dus als je je auto tot losrijdt, ja, dan kost het je €50.000. Maar je moet ook voor €50.000 nog een nieuwe auto kopen. Zelfs in het militair complex heb je vervangingswaarde. Absoluut. Je mee absoluut. Het is natuurlijk zo. Maar ik denk dat Poetin niet zo heel veel. En dat is ook waar die eigenlijk die hysterie en die paniek vandaan komt. Hè? Als je kijkt naar Vladimir Solovyov, dus de grootste duivelspropagandist, laat ik hem zo maar noemen. Ik heb zelf nog tot 2015 bij hem in de programma's gezeten. Ik heb letterlijk zijn telefoonnummer nog in mijn telefoon hier staan. Maar die tierde als letterlijk een bezeten duivel van waarom stijgen de prijzen en waarom stijgen de rentepercentages? Ga zo maar door. Dus de Russen beginnen nu echt te merken, zelfs de propagandisten, van hey, er is echt iets aan de hand. En ik zie niet dat ze dat zo snel op kunnen lossen. Ik stel een vraag die niemand ooit kan beantwoorden, omdat niemand weet wat het betekent. Maar wat doet dit voor de Rus? Hangt een beetje vanaf. Ik denk dat je de Russen die moet je onderverdelen in een aantal groepen. Dus er zijn zo'n 144 miljoen Russen. Grofweg 35 miljoen daarvan zijn in staatsdienst. Dat van een leraar tot Poetin himself. Zo'n 37 miljoen daarvan zijn pensionado's. Die krijgen ook hun geld van de staat. Dus dat is een groep van ruim 70 miljoen. Dat is bijna de helft van alle Russen. Ja, die afhankelijk zijn van de staat voor hun inkomsten. Ja, die zijn toch voorzichtig met hun uitspraak. Dan heb je, dus dat is een hele aparte specifieke groep in Rusland. Dan heb je de jongeren. Dat is ook een hele, tot
30, 35 jaar. En die beginnen nu wel een beetje te morren. Die beginnen nu wel te zien van, hé, waarom is die cappuccino die je kocht nu in één keer twee keer zo duur? Waarom werkt Google niet meer? Ga zo maar door. Dus die... Die jongeren die beginnen wel een beetje, daar begint het een beetje te schuren. Maar de grote massa die dan overblijft, dat is de Rus die er eer in ziet en trots in beleeft om te lijden. Hè? Ik bedoel, ja. Russisch orthodox geloof is een geloof waarbij je zegt, je bent hier op aarde om te lijden. En als Lot je niet kastijdt, dan doet Poetin het wel. En daar halen ze een soortement van pervers genoeg uit. Een soort Heidelberger catechisme of zo, dat gevoel. Dat gevoel. Ja. Dus op het moment dat zij en elke Rus merkt dat de boodschappen duurder worden, dat de levensmiddelen slechter worden van kwaliteit. Ja. En ga zo maar door. Die zeggen van, oké, onze grootvaders tijdens de Tweede Wereldoorlog, die aten gras. Hè, nou, wij eten hebben nog lang wij het even gras. Goed getroffen. Ja, ja, wij het even goed getroffen. Dus, ja. Dus dat, ik denk niet dat het Rode Plein met demonstranten vol komt te staan in de komende paar jaar. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.